Dit was basisschool Sint Jozef in Alt-Weerterheide, ruim 80 jaar geleden. De vraag is, herken je iemand die op de foto staat? Dat is Louis. En Pierre. Wat breng je vandaag, mevrouw? Wat blijf? Wat breng je? Waarom zit je hier vandaag? Ik ben nieuwsgierig of ik die nog ken. Het is een beetje ogentiet. Ja, het is wel lang geleden. De kerk zit zo goed als vol. Inwoners zijn nieuwsgierig naar het bijzondere fotomateriaal. Dion Huiberts hoopt dat er bij de een of de ander een belletje gaat rinkelen. Het is super interessant allemaal. En we zoeken dus uit wie dat erop staat vanavond. Ja, het is een heel project geworden bijna. Het is behoorlijk uitgebreid geworden. Ja. De afgelopen weken veel info gekregen. Het zijn oude foto's voor mijn tijd. Die ken ik eigenlijk. Ja, een ding heeft er niet wel door op. Maar... Je zit eigenlijk nog een beetje te jong. Ik ben nog een beetje te jong. De moeder van Dion vond de foto negatieve bij een oud-tante. De maker is Alfons Timmermans. Hij was schoolhoofd en getalenteerd fotograaf, zien we nu. Het zijn intieme en levendige portretten uit een stokoude tijd. Filmen deed hij ook. Dion is zelf fotograaf en heeft alle negatieven gedigitaliseerd. Inmiddels zijn er bijna 250 boven water gekomen. Opvallend is de uitstekende kwaliteit van het origineel. Het zijn echt bijzonder scherpe foto's, ja. Ja, echt ongekend. Zeker voor die tijd, want het was gewoon niet gebruikelijk dat er dit soort foto's gemaakt werden. En helemaal niet omdat film schreeuwend duur was rond de oorlog. In de oorlog was het sowieso niet te bekostigen. En het is toch gebeurd. Behalve de foto's zijn ook herinneringen aan de fotograaf, hoofdmeester Alfons Timmermans, niet vervaagd. Nee, geen leuke. Nee. Dat was niet zo geleefd. Ik was wel mooie foto's maken. Ik was goed, maar dat wist ik niet. Maar dat die ook onderwachts. Hè. Dat zoeken we niet. Er zijn een aantal mensen geweest die dus extra beeldmateriaal hebben aangedragen. Dion Huiberts gaat verder om zoveel mogelijk te weten te komen. Hij wil een fotoboek maken en hoopt op een mooie expositie.